Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Wedstrijd van start via Julian de Ruiter. Roald de Vries. Meteen die bal naar voren. Benjamin Roemion kan de controle krijgen over die bal. Kan hij zijn tegenstander ook voorbij. Schot van de Oktay Öztürk is niet op de goal. Goed verdedigd daar door Joran van Zanten. Ik moet even wennen. Daar is Benjamin Roemion ingespeeld. Julian de Ruiter. Julian de Ruiter, kan die doortikken op... Ja, dat kan die op Oliver Pilon. Eerste kans van de wedstrijd is een feit. Goed gegeven van Julian de Ruiter. Geen buitenspel. Oliver Pilon. Oh, kort geschoten. Mooie kans hoor. Via keeper Barry van Dijk wordt het een hoekschop. De eerste voor DVS. Meteen weer druk gezet door DVS. Maar nu die bal eroverheen van Barry van Dijk. Daar zat Basil Camara tussen voordat Hardenberg gevaarlijk kon worden. Maar dat is een mindere bal dit. Zo in de voeten van een speler van Odin. Dat is een handig balletje hoor. Goed daar Joran van Zanden. Dan komt de kans aan. En die gaat net naast. Abdallah Almadi. Koen Vloedgraven. Op de rug. Van zijn directe tegenstander. Balbezit voor Roald de Vries. Roald de Vries die kijkt van waar kan ik die bal kwijt. Nou, die gaat in één keer. Oei. Hij heeft het vaker gedaan van deze kant. Hij was naast, maar die wind die is verraderlijk. Ja, dan maar zo. Joran Basil mee. Leg hem op een van het hoofdje en hij knikt hem voor je in. Kortom, ik zeg het je. En weer nee, allebei. Oh, wat een kans zeg. Dit is, je had meer uitgehaald moeten gewonnen worden. Ik, op zich goed voorgezegd, maar... Ze deden allebei mee. Joran had hem door die touwen heen moeten jagen. Kremers. Helemaal in de centraal. Daar is helemaal iemand vrij. En die gaat scoren. Nee. Wat een ruimte kreeg die Hardenberg. Frank van den Burg. Dat is een foute bal hoor. Weer in de voeten van Hardenberg. Dan moet hij daar achteraan. En dan gaat... Wat gaat er hier gebeuren? Gewoon een penalty gegeven worden. Abdallah Almadi. Die laat zich vallen. Frank van den Burg die zijn fout wil herstellen. En doet dat iets te opzichtig. En schoffelt die fan ook wel onderuit. De penalty. Todori Velanas. Tegenover De Graaf. Oh, De Graaf. Wou hem heel mooi nemen. Kijk, dan heb je het toch weer goed gedaan, Frank van den Burg. In de voeten van Koen Vloedgraven. Benjamin Roemion. 16 meter binnen. Gaat de kans aankomen voor DVS. Korte hoek. Schiet een fantastisch binnen. Wat een heerlijke goal, zeg. Lekker hoor. Individuele klasse die zich vanmiddag hier op het veld laat zien. In de naam van Benjamin Roemion. Wat een fantastisch doelpunt. Korte hoek. Schiet die DVS. In de 59ste minuut op een 0-1 voorsprong hier in Heemskerk. Lars Dekker staat alweer. Goeie bal op Benjamin Roemion. Buitenspel gegeven. De links stand moet nog veranderd. Seinet. Abdallah Almadi. Dien Bredewold daar met de strik vrij. DVS ook hier.
Barry Powell gaat in de ploeg komen. Maar we gaan eerst de vrije trap. Nee, we gaan eerst wisselen. Julian de Ruiter. Goed gevoetbald. Mag op de bank plaatsnemen. Barry Powell gaat hem vervangen. Julian de Ruiter, keurig, goed gewerkt, hard gewerkt. Vrije trap, Oktay Özturk. Kan best. Barry Powell, vers in de ploeg. Komt hij? Oktay Özturk. Dwars door die muur heen! Fantastisch doelpunt! Lekker! Ik zei, hij kan. Die muur lette niet op. Het ging overal dwars en overal doorheen. Oktay Özturk hoeft eigenlijk alleen maar rechtdoor te schieten. En DVS hier op een 0-2 voorsprong te schieten. Want er komt wel een voorbeeld uit Roald de Vries. Roald de Vries, de 16 meter binnen. Geeft de bal aan Oliver Pilon. En de 3-0-0-3. Grensrechter. Grensrechter, hij is over die lijn geweest. Moeten we hier even de VAR inschakelen. Want volgens mij zat hij achter de lijn. En een wissel aan de kant van Barry Powell. Doorkoppen, fantastisch. Goed, Pilon. Nou, ram hem er nu naar in dan. Oh, lekker hoor. Hij is over de lijn. Het is nu dan wel 0-3. Wat fantastisch gegeven van die assist van Barry Powell. Dat is smullen. Tweede helft is smullen aan de kant van DVS. En Pilon die nu de 0-3 maakt hier in Eemskerk. Wedstrijd volledig op slot nu. Goeie bal hoor. Hij is precies goed op Oliver Pilon. Daar is hij scherp voor die goal. En dan weer de haren. Ja, wat een heerlijke goal. Oh, oh, wat mooi. Ja, sorry, ik zeg oh, maar de O van wat fantastisch. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.